kikkers. Het is allemaal oud nieuws. Maar wat wil ze? We zijn hier bij de Heemkundevereniging in Gelijn. Die verzamelen historische spullen. En die hebben vandaag hun open dag en een expositie over 100 jaar westelijke mijnstreek. Kunt u het gaat vertellen wat de Heemkundevereniging zoal deed? Wat over. We hebben belangrijke punten, hoeveel sterk van maken is genealogie. Daar is een werkgroep intensief mee bezig om de stamboom van ik zeg dan zelf de Gelijndenaar in kaart wil brengen. En daar hebben we ondertussen al 44.000 Gelijnders zeg maar, in het bestand staan. Daar hebben we dan de bedprentjes, hoe ook een werkgroep mee bezig hield om die in samenwerking met de stamboom zeg maar, te combineren. Werkgroep foto's en documentatie, werkgroep geschiedenis, dus dat we toch de oude, vaak monumenten proberen in kaart te brengen. Wie het gaat hier terug in de geschiedenis? Nou, vanaf 1800 zeg ik, hebben we toch wel veel al beschreven. En heeft natuurlijk een explosie gekregen wie de staatsmin Maurits dan kwam rond 1915. Met veel ondernemers die naar Gelijn komen. En vanaf tijd is het zeker allemaal groot bijgehouden. Daar heb je een expositie over vandaag? Ja, die hebben we begin van het jaar dus opgericht of ingezet. Het begin is dan, 100 jaar geleden waren het 4 boerderijen hier in Gelijn. En met de komst van de staatsmijn Maurits is dat ook inderdaad gewoon... gewoon uitbreiden. Wat zou het interessant maken voor jongere mensen? Nou, dat is even dit jaar dan ook met gestart om een scholenprogramma op te zetten. Naar aanleiding van het 100 jaar westelijke mijnstreek. En hebben we toch 400 leerlingen uit groep 7 en 8 hierher gehaald. Om toch kennis te laten maken, in ieder geval met een stuk mijngeschiedenis. Op zo'n dag als vandaag, dan zal er wel een jaar op je gaaf komen. Ja, dat klopt inderdaad. Van Krië van de Lui. Zo met en met krijgen we allerlei foto's aangeboden. En het is mooi, want we proberen die altijd te redden van de ondergang. Want er zijn wel heel veel foto's die wel in de prullenbak verdwijnen. We hebben een mooi voorbeeld vandaag gekregen. Een echtpaar. Kuilen. Uit de boerderij aan de Hofzaal. Alfoto, de tweede generatie die aan die boerderij gewoond heeft, hebben we dus gekregen van de heer Leunissen uit Urmond. En een ander voorbeeld is een mapje met oude foto's van het bombardement in 1942. Is overgekomen van een meneer Wouters uit Canada. Dus allemaal foto's die we eigenlijk tot nog toe nooit gezien hadden. Over wat voor aantallen hebben we het, als je aan die foto's moet denken, dat archief? Nou, we hebben alles bijeen, toch minstens wel 20.000 foto's. De meeste daarvan zijn allemaal gescand en zijn ook te bezichtigen, dus bij de Heemkundevereniging. Waar zit je het meest geruid op? Welke verzameling of welke soort foto's die je hier hebt? Het meest geruid zijn we toch wel over de foto's die uit de 20er, 30er jaren zo komen. Dat is veel familiefoto's. Van trouwpartijen en van 40 jaar huwelijk zo en dat soort foto's. Waar houdt Gerrie zoal mee bezig binnen de club? Ja, ik ben meer van de religieuze afdeling, dus ik houd me bezig met de bidbrandjes en de kruisen en kapellen hier in het Gelijnse. Ik ga zeggen, al veel kruisen in het verleden geplaatst, meestal met een speciale betekenis, een speciale gebeurtenis. Heb je nog het voorbeelden van? Ja, we hebben hier ook een ongevalkruis. Dat is te gevolg van, een man is onder de kar gekomen, wie spreken letterlijk. daar is een kruis voor geplaatst worden. Ja. We hebben ook een kruis wat uit dankbaarheid is geplaatst. En er zijn heel veel wegkruisen die vroeger in het veld stingen. Ja, en met de bebouwing, met de uitbreiding van de gemeente, stond die nu midden in de woonwijken.
ook een groot deel van de religieuze informaties in de bidprentjes. Wat hoort je door als historici uit voor informatie? Nou, bidprentjes is heel erg een leuke aanvulling voor lu die wat genealogie doen, stamboomonderzoek doen. Daar halen ze heel veel informatie uit. Dus soms stonden er ook nog de beroepen op en boerheidgelijf en alles. Sommige bidprentjes stonden zelfs ook nog de oudste op, dus dan heb je twee generaties. En dat is voor de genealoog is dat best wel interessant, ja. Dat is al ook veel informatie. Misschien gaat rooskleuriger op zijn, hè? Over de doden niets dan goeds. Ja, natuurlijk, maar dat is vooral van die oude bidprentjes is dat toch nooit te bewijzen. Dus we nemen altijd aan wat erop staat. Hè? Dus het zit zwart op wit niks gedrukt, dus wat zwart op wit zit, dat zit goed. Gaat er volgend jaar wel een evenement plaatsvinden of in ieder geval een lezing? Het gooien van Zittert en het slechte van Glijn wordt verteld, maar ook het slechte van Zittert en het gooien van Glijn wordt uitgelacht. En daar komen we nog wel in de media nog eens op terug.